Eerst naar Frank, want ja, er is een noodmaatregel om het onderwijs weer een beetje op te krikken. Hè? Met de taal gaat het namelijk slecht, met het rekenen gaat het slecht. En ook met het burgerschapsonderwijs, of in ieder geval met de kennis daarover. Dat burgerschapsonderwijs dat leert scholieren om hoe mee te kunnen doen in onze samenleving. Bijvoorbeeld van de democratische rechtsstaat tot aan je persoonlijke financiën. Maar ook het herkennen van desinformatie komt daarin voorbij. Minister Dijkgraaf die voelt zich nu genoodzaakt om een verplicht examen in te voeren. Op het mbo. Daarover schrijft de Telegraaf deze ochtend. Eerst vond Den Haag dat nog te ver gaan. Maar scholen krijgen nu in dat nieuwe plan dusdanig veel ruimte in hoe zo'n examen af te nemen, dat ze het dus wel vinden kunnen. Den Haag dus wel, de mbo gaat niet. Nou, ik denk dat burgerschap een belangrijk onderdeel is in het mbo. Dat is evident. Het is een van onze drie opdrachten die we hebben als mbo. Het is onze derde opdracht, zeggen wij altijd. Maar wat ik een beetje vreemd vind in deze tijd, en ook het past ook helemaal niet in de waaiergedachte van de minister, is dat mbo's wel aan burgerschap moeten doen. En het is een belangrijk onderwerp. Hè. Wij vinden het ook goed dat we dat doen. Maar als we kijken dat 17-jarige havisten die naar het hbo gaan, helemaal niks over burgerschap hoeven te doen in het hbo. En ik zou dan als samenleving, stoort me dat, dat wel voor mbo's deze eisen worden gesteld. En voor studenten in het hoger onderwijs niet. Ja, terecht, zo'n verplicht examen. Nou ja, we hadden het er net al even over. Eigenlijk vind ik ook wel verantwoordelijkheid van en de ouders. Mm-hmm. En natuurlijk ook het onderwijs. Ja, ik vind maatschappijleer, zoals dat heette toen ik op de middelbare school zat, echt altijd al onderschat. Het is zeer belangrijk om een beetje te weten. En ik denk dat de maatschappij leuker wordt als we met z'n allen een beetje daarin treden. Ja, en dan, nu is ook nog die desinformatie, wat tegenwoordig heel erg gespeeld in onze maatschappij, is daarbij gekomen. Dus des te belangrijker. Ja, vooral dat item desinformatie, dat pakt mij erg aan. Dat je daar inderdaad wel voorlichting over moet geven. Mm-hmm. Van waar komt die informatie vandaan? Het is niet meer vanzelfsprekend. We weten allemaal je e-mail. Hè? Maar het is ook heel snel achterhaald. Je moet goed kijken waar het vandaan komt. Allemaal bijzondere dingen van deze tijd. Mooi. Mm-hmm. Om dat wel te leren. En wat betreft dat onderscheid, hè, dat mbo dan wel verplicht en hbo niet. Ja, zou dat niet voor iedereen verplicht moeten zijn? Wat mij betreft zijn we allemaal kinderen van ouders. En zou het in al het onderwijs mogen? Dat is mijn idee. Mij ook. Ja. Iedereen gelijke mond en gelijke kap. We zijn allemaal inwoners van Nederland. Juist. Waarom dat onderscheid? Dan spectaculaire toestand.